vanavond romantiek in de lucht. Mimi, hier. Country road, take me home. Kampvuur, hè? Nee, totaal niet. Gezongen, gesproken en andere liefdesverklaringen. Moet dat hier soms de Jerry Springer show? Het moet zo, het moet gewoon. Dom ding, dom ding, dom ding. Liefde. Daar zijn soms geen woorden voor. Blind Date. Vanavond bij VTM. Want hier zijn Patrick, Frank en Nico. De mannen zijn Patrick. Alle wapens zijn toegelaten, zelfs een roze onderbroek. Ja, ja, ik ben ooit eens gaan airdiven, dat is een afgeleide van bungee springen. Mm-hmm. En ik had van de organisatie vernomen dat als je een roze onderbroek aan had, dan mocht je gratis springen. Dus ik heb dan een onderbroek gezocht die eigenlijk een beetje was afgegaan in de was, want ik heb in mijn collectie normaal geen roze onderbroeken zitten. Nee. En daar aangekomen moest ik dus wel degelijk tonen dat ik een roze onderbroek aan had. Dus ik heb mijn short naar beneden gedaan, het laten zien aan alle mensen. En de mensen die er in het begin bij kwamen, die zagen wel waarom dat ik dat deed. Maar het was een anderhalf uurtje wachten ongeveer voordat de sprong kwam. Ja. En dus de mensen die nadien kwamen, die zagen mij staan en die dachten, die jongen die is niet goed, wij zijn zijn boven. Nee. En hoe was de sprong? Koud. Ja. Maar doe je dat vaker zo voor de kick, zoiets? Of ik vind het wel leuk, ja. Ik doe het niet regelmatig, want het is vrij duur eigenlijk. Maar ik vind het wel leuk, ja. Uh-huh. Ah ja, maar toen was het gratis. Toen was het gratis, ja. Ja. Zeg trouwens nog iets wat me opviel in jouw briefje. Jij geeft ook wel eens hele mooie liefdesverklaringen. Ja, vooral na een nachtje stappen. Heb ik ooit eens gezegd, schat, je bent slimmer dan onze goudvis, beeldiger dan onze wandelende tak en je bent een fleurige ochtendbloem. En toen was het gedaan, zeker? Ik heb ze nooit meer terug in het werk. Ja, maar pas op. Mooie woorden kunnen van pas komen. Veel plezier. Hoi, hoi, hoi. Tweede kandidaat, Frank. Frank, hoe zou jij jezelf omschrijven? Mezelf omschrijven? Ik probeer altijd spontaan te zijn en eerlijk. Mm-hmm. Maar sommige mensen zeggen ook wel dat ik soms tamelijk lui ben. Dat vind jij van jezelf niet? Ik weet niet. Waarom moet het u moeilijk maken als het gemakkelijk ook gaat? Ja? Ik heb nog iets gehoord dat jij vergeetachtig bent ook. Vergeetachtig? Ik ben het vergeten. Maar je vergeet de naam van de meisjes. Ah, dat. Ja. Dat gebeurt nog wel eens, ja. Ja. Dus als ik in het weekend wegga en ik leer iemand kennen en ik zie ze de volgende dag terug, dat is een dilemma, hè. Ja, dat is een probleem, hè, jong. En dat versieren, dat trekt ook nergens op. Ja. Jij kan dat niet goed. Ik begin te versieren. Ja. En dan val ik stil, hè. En dan gaan mijn vrienden ermee lopen. Ja. Mooie vrienden, hè. Ja. Maar het zal vandaag beter gaan. Ik voel het gewoon. Ik voel het ook. Voelde jij dat ook? Ja. Ja, dat is goed dan. Veel geluk vanavond. Ja. Dag Nico. Goedenavond. Ochtendstond heeft goud in de mond. Ja, inderdaad. Ja. Ik heb ooit een relatie gehad met een meisje die nogal een last had van ochtendhumeur. Mm-hmm. Maar dat ochtendhumeur duurde dan wel tot de middag. Ja. En dat is wel iets te lang. En als je daar iets aan vroeg, ja, dan moest je je neus beschermen of ze beet ze rechtstreeks af. Dus oei. Met zo iemand kan ik dus niet omgaan. Heb jij zelf een ochtendhumeur? Nee, echt niet. Nee. Ja, dat is vervelend dan. Ja, ik vind dat vervelend. Andere hobby's nog? Ik kan goed met kinderen omgaan. Mm-hmm. En mijn twee grootste hobby's zijn, ik ben een echte autofreak. En ik zing heel graag karaoke. Ja. En ra ra ra, hij gaat zingen voor ons. Inderdaad, ja. Ja. Wacht. Weet je wat ik doe? Ik speel voor Kampvuur. Ja, oké. Kampvuur, hè? Country road. Take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country roads. Dank u. Heren, ik wou dat jullie alle drie op reis konden, maar er is maar één plaatsje naast deze dame. Uit Mortsel.
over jezelf. Ik ben 23 en ik ga regelmatig op kamp met kinderen. Wat vind je daar zo leuk aan? Ja, dat is heel plezant om met die kinderen samen te spelen. En... Geloof je in de eeuwige liefde? Ja, ik geloof er wel in, ja. Is dat echt? Ja. Alweer. En geloof je dat je dat hier bij Blind Date zal vinden? Ik hoop dat in elk geval. Ja, ik ook. Hoop doet leven. Ja, dat wel. Toch? Ja. En het ligt een beetje in jouw handen, want jij moet gewoon een goede keuze maken. Ja, ik hoop dat toch. Ja, succes. Casanova, zijn jullie er klaar voor? Goed, dan komt hier jullie eerste vraag. Vertel eens een mop waarvan je denkt dat ik er zeker mee kan lachen. En aan nummer 3. Ja. Wel, in de VS is er onlangs een groot onderzoek geweest naar de populariteit van Bill Clinton. Een van de vragen dat ze stelden aan 10.000 vrouwen was of ze wel eens zouden willen met de president. 99% antwoordde daarop, nog een keer? En kandidaat nummer 1? Mij werd altijd verteld dat het dragen van een condoom 100% bescherming geeft. Ik heb het eens uitgeprobeerd, het is niet waar, want ik droeg er een en toch werd ik omvergereden door een bus. En kandidaat nummer 2? Wel, Anne, ik ga nu een demonstratie geven van een dom blondje haar fietsbel. Dom ding, dom ding, dom ding. Dan vraag nummer 2. Wat zal er gebeuren als we samen dronken waren? Aan kandidaat nummer 2. Wel, als ik gedronken heb, dan verlies ik al mijn krachten. Ik word slaperig en zo mak als een lammetje. En dan breng jij me dan naar ons stalletje en stop je me lekker onder de wol? Yes. En kandidaat nummer 1. Als wij samen dronken zouden zijn, dan zouden wij kunnen naakt zwemmen onder de volle maan, weerwolfje spelen op het strand en elkaars kleren van het lijf rukken, samen flippen op de flipperkast, maar Anne, wees gerust, dit zijn maar een paar fragmenten van een nacht die je nog lang zal herinneren. En kandidaat nummer 3? Anne, nadat ik u beter heb leren kennen, zou ik liever niet samen met u dronken willen worden, want ik zou volop van u willen genieten. Ah. Laatste vraag dan. Wanneer is het voor jullie de moeite om een vrouw te verleiden? Aan kandidaat nummer 3? Well, zolang ze maar de look heeft van Jamie Lee Curtis, het verstand van Birgit van Mol, vooral de charmes van Ingeborg, en vooral de stoutheid van mij die dat van Bill Clinton overtreft. En kandidaat nummer 2? Wel, Anne, ik ben geen rokkenjager. Maar als ik in jouw ogen mocht kijken en er komen fonkelende sterretjes uit, dan wordt de Don Juan in mij wakker. En dan zou ik er alles voor over hebben om jou te kunnen versieren. En dan als laatste kandidaat nummer 1. Een mooie, intellectuele, uitdagende vrouw doet mijn oogbollen wegrollen, mijn contactlenzen uit mijn ogen floepen en mijn bloeddruk stijgen. Maar de zwoele stem die ik nu hoor, doet me vermoeden dat ik geluk heb vandaag. Ja. Anne, ik zag jou heel aandachtig luisteren. Blijf dat doen, want Erik geeft nog een overzicht van onze drie hartedieven. Inderdaad, jij bezorgt hem ronddraaiende oogbollen aan, wegvloepende ooglenzen en een hoge bloeddruk, wat Cupido al niet aanricht bij kandidaat 1. Wanneer kandidaat 2 jou ziet, verliest hij al zijn krachten. Deze hengstige Don Juan laat zich maar al te graag door jou naar zijn stalletje leiden.
Heb jij de look van Jamie Lee Curtis, het verstand van Birgit van Mol of de charmes van ons aller, jawel, Ingeborg? Dan zal de stoutheid van kandidaat 3D's van Bill Clinton ver overtreffen. Anne, het komt ervan. Maak je keuze. Ja. En? Kandidaat nummer 3. Ja, ja. 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 We gaan kennis maken met kandidaat 1 uit Antwerpen, Patrick Kolle. Ja. En ook teleurgesteld, kandidaat 2 uit Londerzeel, Frank van der Straten. Dus, we gaan kennis maken met kandidaat 3, inderdaad, jouw blind date, uit Brugge, Sint-Michiels, Nico Bakeland. Zo, eerste indruk eerst, ja. Ja, is goed. Ja, ja. Van mij ook. Zal ik eens vertellen waarom dat ik vind dat dat goed is? Ja. Ik mag me normaal hier niet moeien, maar ik doe het toch. Nee, ja. Jullie hebben alle twee iets met kinderen. Ah. Sociaal. Ja, jij bent mee. Ook een sociaal. Ja, zo. Ja. Zij ook, hoor. Ho. Ik zie het zitten, jullie ook, hè? Ja, heel zeker. Nou, waar gaan we? Hier, hoor. Nu de eer. Tof, hè, zeg. Naar Eilat. Naar Eiland. In Israël, jawel. Bakermat van oude beschavingen. Land van prachtige natuur en buitengewoon klimaat. Israëlisch specialist Express Tours neemt je mee naar de parel van de Rode Zee. Eilat. Dit waterparadijs zal je zeker bekoren. Je verblijft er in het schitterende 5-sterrenhotel King Solomon's Palace. Een van de beroemdste en beste hotels van Eilat. En ik zou zeggen, prettige vakantie toegewenst. In Israël, heerlijk zwemmen tussen de dolfijnen. Maak ook opnames onder water. Dank u. Wil je dat doen? Ja, zeker. En wil je er goed voor zorgen? We gaan dat doen. Ja, veel geluk samen. Dank u.